Owen de Lul, ik neem aan dat ze een flinke kater aan hebben gehaald vanavond. Ja, dat zeker. Ik bedoel, het wordt echt een grote strijd om mee te beginnen. Het zijn nummer 1 en 2 op het moment. Of ja, qua wedstrijden gespeeld. En ja, het is natuurlijk jammer om aan de hele wedstrijd zo goed te spelen. Voor te staan en dan op het laatste toch omgeroet te gaan. Ook al is het een overtime, maar toch inderdaad de wedstrijd verloren. Wat ging er op het laatste mis? Nou, eigenlijk aan beide kanten waren veel goede kansen. Alleen dan moest het geluk hebben dat het bij dicht net goed gaat, met die eigen team. En ja, Vera ben aan de kant van Herentals met aanvallen. We hebben een paar keer niet afgerond. En Herentals worden gaat effectiever in de laatste periode. Ja, ik ben 5-3. De wedstrijd zit in de knip. Ja, nee, zeker e-hockey is een snel spelletje. Zeker Herentals is nooit te onderschatten. Herentals is een heel sterk team. En de wedstrijd is 60 minuten was e-hockey. Als er overtime is, minimaal 65. En het blijft natuurlijk bikkelen. Een klein foutje kan natuurlijk meteen een tegengoal zijn. Hoe voelt zich dan als keeper als ze steeds... als ze meent van, nou, nu gaat het gebeuren en het gebeurt niet. Ja, uit ervaring weet ze toch wel dat het tot de laatste seconde geldt. Oh, ze zit er maar 1 minuut op de klok en ze is om 3 goal of uur. Het zou zomaar kennen. Dus het is 60 minuten hel werken. Het gelijk moet een beetje aan die kant zitten. De voet laten bewegen en de andere tegenstander proberen te domineren. Stil hier achter een kleedlokaal. Dat is normaal, hè? Ja, nou, zo'n wedstrijd, bedoelde we toch wel toegelef. Het is een belangrijke wedstrijd. Uiteindelijk, als het Beneliga op het einde afloopt, zullen dit toch wel teams zijn wat ze in de halve finale en de finale sterker kunnen komen. En ja, zo'n wedstrijd wil ze natuurlijk gewoon winnen. Nu laat je dit weekend die twee wedstrijden 3 punten liggen. Eigenlijk niet nodig. Ja, van de ene kant, Zoetermeer heeft het pech met de busreis. Daar gaan we natuurlijk niet de schuld aan geven. Vrij een hoofdvoer om te kleien, dus het ijs op te stappen. De eerste twee periodes gingen dus heel erg moeizaam. De laatste periode herstelde voor ons een stuk beter. Ze hebben ook terug kunnen komen. Uiteindelijk inderdaad 2 punten in plaats van 3, wat toch wel zing is. Maar wel de winst natuurlijk goed gesleept. En deze wedstrijd, het is een wedstrijd met altijd 2 kanten op kunt gaan. Wie hoog is de druk bij dich als ze nu bijvoorbeeld zo'n topper speelt? Ja, wat zeg ik, tijdens de wedstrijd probeer ze er alleen aan te denken. Ik bedoel, best gewoon gefocust op de puck. En elke keer denken ze het volgende schot telt. Dus ik ben daar eigenlijk helemaal niet mee bezig. Als je nu zus wie ze geruid best en al die seizoenen lang, vult ze het zelf ook aan? Dat vult ze zeker aan. Dat is een stuk beter best geworden dan vroeger. Ja, maar dat is ook een proces, hè. Ik bedoel, iedereen wordt ouder, iedereen wordt wijzer, meer ervaring. Uiteindelijk is dat toch wel wat ze nodig hebben op het moment dat ze vaardigheid ontwikkelen. En dat is ook wat het team momenteel ook wel nodig heeft. Het is wel ervaren jongens die samenwerken om wedstrijden te winnen. Wie ook best nu? Ik ben nu 26 jaar oud. Och, dat kan nog lang, hè, van de goalie. Dat kan nog heel het jurkjes aangeplekt werden, ja. Hey, dit is een leuke competitie, hè? Dat zeker, ja. Ik vind dat... Dat werd met het jaar spannender. Ja, ik vind dat de top nu heel erg dicht bij elkaar ligt. Ik bedoel, alles kan gebeuren. Maar ook de middenmoot, om het zo maar te noemen, die hebben ook wel leuke kansen tegen de top. Het is niet meer zoals afgelopen jaren, dat ze eigenlijk van tevoren al een beetje kunnen voorspellen wie het gaat lopen. Dus dat maakt het wel heel erg leuk. Even goed kijken op laatste week van december. Halve finale beker tegen Hees. Inderdaad. Het wordt even spannend, even afwachten bij het zou werken. De laatste wedstrijd tussen Nijmegen en Den Haag. En ja, het is toch Den Haag geworden, dus dat is ook wel leuk om te doen. Dit gebeuren we oppakken en volgende week maar weer. Precies.